amper 200ste van een seconde verwijderd van de eigen baanrecord. Ja, voor u de bal. 8 seconden, 49ste is een baanrecord. Moreno realiseert dat samen Morgan Kneijski. En nu even kijken of het aantekenen gaat of niet. Nu aan de zijde van Kenny de Kinderen. De broek van Oase maakt zich klaar. We hebben de laatste aanloopronde. Het schuimpje laat jullie horen voor Moreno van en Kenny de Kinderen. De start, daar gaat het. Kom op Moreno! Dames en heren, evenaring van het baanrecord. Evenaring van het baanrecord. Moreno de Pauw en Kenny de Kinderen. Hebben we kunnen genieten, dames en heren, van sportief hoogspectakel hier in het Gentse Kuipje. We nodigen daarop heel graag de heer Smulders uit als lid van het rechtscomité van Paul Waze en ook de heer Bart Wanraat. Ook heel graag hier van de partij, altijd bij deze Lotto Zesdaagse Vlaanderen Gent. En dan ook nog onze overwinnaars het pas te kunnen feliciteren in naam van Paul Waze. Dames en heren, we hebben weer kunnen genieten van het staaltje heel hard fietsen. Een evenaring van het baanrecord in 8 seconden 4500ste. En daarmee staat Kenny de Keten nu ook op de tabellen om deze 8 seconden 45 te realiseren hier in het Gentse Kuipje. Dames en heren, als jullie het een fantastische performance vonden, mogen jullie eens recht staan en ze applaudisseren voor Moreno de Pauw en Kenny de Keten. De bal en Kenny de Keteren, dames en heren. Evenaring van een baanrecord. 8 seconden 45 is 71 km per uur. 71 km per uur. Wat een mooie, fantastische prestatie van Moreno de Pauw en Kenny de Keteren.